Wel, dames en heren. Goeiedag, welkom weer bij Dream Team Gaming in samenwerking met Blocky Boy. Mooi. Mooi. In Mooi. Oost-Groningen dus. En we gaan eens in Zuiden en Grun. Dus. Heb je zin aan, jongen? Ja, laat me dat maar eens even doen, man. Zitten er wel stoer uit zo. Ja, jij ook met de paddy. Ja, heb je Dikke paddy, hoor. Ik kan mezelf niet zien, joh. Nee, ik ook niet. Nee, dat ziet er wel goed uit. Ja, je ook. Cowboy Blakkie. Ik ben nog een beetje in de vis, neem ik. Ikke? Ja. Hoe voor? Een beetje, vis, neem ik, ja. Beetje lui? Nee, een beetje camouflage. Camouflage. Oh, camouflage. Dan neem ik deze mee. Is dat goed? Ja, helemaal goed. Ah, we hebben zo'n... Oei, ik zie me nou wel zitten inderdaad. Ik ben echt een vissersman. Ik heb mijn winterpak erbij aan. Hartstikke mooi. Hij heeft van die gold. Nee. Ik zweet me kapot, man. Ik denk dat ik hard gewerkt heb, maar... Valt dus nog wel weer tegen, zo te zien. Ah, je wel weer te hard inderdaad. Jawel. Ik denk er wel altijd hard aan. Dit moet nog, dat moet nog... Denken maar, is werken, dat kan morgen ook nog wel. En denken is werken, hè? Zo is dat. Als iemand wat bedenkt, dan was er ook geen werk geweest. Nee, precies. Oh, heel lekker, maar mooi met twee Johnny Boys op pad. Ja. Op de ledenserver Oost-Groningen. Het is bijzonder. Dat we dat aandurmen. Huh? Wij durven dat. Wij zijn niet bang. Laat ze maar komen met Potfredori, we zijn niet bang. Pom, pom. We hebben trekkers van wel 3 meter lang. Ja, dat is lang hoor. Ja, dat mij wel fiets meeneemt, maar eromheen wil. Ja, ik was zeggen, dan mag ik wel een C-rijbewijs hebben. Ja, ja. Mooi hè, dat. Dames en heren, ik wil jullie ook duimpje omhoog intussen dat ik hem de manzine aankoppel. Wordt zeer zeer gewaardeerd, zo hè. Oeh, ik heb een beetje topzwaar. Nou, ah, mooi hoor. Hey. Oh, rustig. Ah, zo'n planter is ook mooi, ja. Ah, ik vind het een hele mooie combi, vooral als ze zo meteen die achterste aankoppelt. Zo. Hoppa, nog een beetje brutaal. Is er de lucht in? Ik heb er zin aan. Met een kontje omhoog. Ja. Ja, we moeten kijken. Dat is toch mooi zo. Ja. Die slang er zo naartoe. Dat is alleen een beetje niet goed. Niet goed? Nou, een bochel in. Oh nee, wacht, klopt wel. De, huh? Was die reserveslang voor dan? Oh ja. Zit er ineens een extra slang bij? Ja, we hebben wat meer gewonnen. Ja, ook sta je een pad, hè? Ik ben weer eentje. Hij heeft wel goed aangekoppeld. Het is zo lang geleden. Ik neem maar van wel. Ik heb knoppen gedrukt wat in beeld kwam. Dus... Je hebt de gebruiksaanwijzing goed gelezen, zeg maar. Nee, ik kan niet lezen. Oh. Ik rijd vast naar de saaibak, denk ik. Kan ik nog hem bijvullen? Ja. Kunstmest krijg ik er nou toch niet in. Op een of andere manier. Oh, dat is mooi, want wij wel. Ben jij er wel dus kunstmest in? Ja, dus we hadden besloten om alleen de voorbak te doen. Met alleen zaad? Ja. Ja, kunstmest wou niet, toch? Ja, bij ons wel. Maar ik heb maar 1 slang. Nou. Ik ben gewoon mis gewoon. Nee, zo is het vooral elke keer wat anders, hè. Dat is het mooiste daarvan. Ja. Dan wil ik eens in bij jouw koekeloeren stiekem, man. Oh, andere kant moet dan op. Wow, zo, oh, goeiedag. Zo. Nee, inderdaad, jij bent wel goed. Hé, hij gaat bij mij vanzelf. Hij heeft er zin aan. Nou. Ja, jij hebt inderdaad. Ja. Ja, dat is niet goed. Montreux Monturbi. We worden even bellen. Ja, hello my friend. Ja. We are in Oost-Groningen, ja. In de Groningen. Je hebt 2 slangen, doe, maar dan mis een stukje.
Daar heb je het naast. Ja, draadloosje verbinding. Ook wel mooi trekken, zo die Sean die is zo. Ja, zeker. Dan ook wel hard door de bocht. Het is geen werkfeest. Maar bij ons wel, hè? Kunt er ook niks meer, hè? Nee. Moet ik me opnieuw opvoeden. Ja, dat zou ook wel heel moeilijk gaan, hoor. Hoe kregen jullie de kunst mee? In dan? In die voorste bak is zaad zitten, neem ik aan. Ja. Een deurtje. In de achterbak. En die voorbak ik vol. En dan bij hetzelfde silootje pak je kunstmest weg. Of is dat ik denk dat is de saaier, denk ik. Oh, ik wil zeggen, dat zou kunnen, ja. Dat ga je proberen, hè. Ja, ik heb wel alleen zaad doen. Ja. Nee, ik ook. En dan gingen we bieten. Digga bij mijn bieten. Ja, ik heb wat mais. Nou, oh ja, dat is wel een idee inderdaad, dat ik dat verzet. Dat krijg je een hele gekke situatie. Ja. Half om half, half veel bieten, half veel mais. Oh, het is een misgewonnen. Ja, ja, mooie klok op, hè? Ja, ja. Katsen van de wereld, jongen. Wij dachten dat dat bieten waren. Ja, kats van de mais. Ja. En dan ben ik een paar dagen verder en ben die suikerbieten altijd zo hoog. En wat gruit dat maisje langzaam. En dan krijgen we eens helemaal voor ons voor. Als je me nou. Als je me nou hebt helemaal verkeerd gedaan, jong. Helemaal ik ben helemaal van de suikerbiet af. Hier moet wezen als het goed is. De groen, dan komt een paar bloemetjes in de midden daar. Zal ik even gewoon een baantje ervoor langs tengelen? Oei, doe hem achter. Oh, ja. Ho. Doe ik aan de andere kant wel. Ah, dat ken ik ook. Doe mij maar een suikerbiet. Alles laten zakken. Ja, dat is weer. Het is wel lekker ook koffie, maar af en toe is koffie met suiker ook wel lekker. Jawel. Giet er wel in, hoor. Ja. De kok komt er ook wel weer uit. Dat komt er zeker wel uit. Hoef je niet bang voor te zijn, we gaan allemaal vanzelfs. Precies. Je hebt ook geen keus trouwens, want je kunt wel dingen nee. Gezinnen, maar op een gegeven moment dan zul je toch echt wel, je wint die strijd niet. Nee. Oh mooi hè, liep wel mooi. Mooie structuur zo, texture. Texturen. Ik vind het mooi. Hoe is dat ook weer? Ja, je weet het toch. Je weet het toch, ja. Oh. Zo. Je weet wel. Ja, maar. Mij niet bellen. Mij niet bellen voor dat soort vragen, man. De suikerbiet blues, de suikerbiet blues, ta da 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 ta ta. Dat wordt een dikke hit, joh. Ja, dat, ik ben er ook bijzonder trots op. Zelf verzonnen. Ik wou zeggen, hij is zelf verzonnen. Ja. En dit was het refrein, hè? Oh, kijk. Komt er een klein stukje voor en achteraan. De rest moet nog bijverzonnen worden. Ja, ik heb het al verzonnen, maar ik moet er nog in inzetten. Voordat ik begin is de bedoemd. Ja. En dan komt het refrein. En dan is het nog een keer kwak kwak.
Ah, en dan ben ik er ook wel weer klaar mee, Alex. Oh, ja die. Dat ja. Hoppa. Stiekem eentje, hè? Ja, je bent een boefje. Ja, maar het heurt toch gewoon een beetje. Ja, dat is mooi, daar is het ook voor, hè? Schitterend. Zelf gedaan. Ja, dat heb je ook. Bonen zien. Ik ben een trotse boef. Mooi. Ik ben altijd een trotse boef. Ik ben trots op jou. Er is ook een plaatje van, ja. Toch? Ja. Ja. Ik weet niet meer wie dat is, maar... Ik ook niet. Jij bent er meer dan in. Voor mij bent er al drie die hem zingen. Oh, je hebt ja, man, ja. Geloof ik. En een of andere... is niet West... Nee. Een of andere Bronkhorst, geloof ik. Wesley Bronkhorst? Nee, ja. Geen idee, joh. Ik ook niet. Nou, als je het weet, dan... Dan bel ik wel. Nee, ik was in de commentaar. Oh ja. In de beschrijving. Nee, was nee in de reacties. Ja, in de reacties. In de comments, jongen. In de comments. Ik ben een verpadje af, joh. Ja, dat klopt ook wel. Ik zit naast het pad. Ja, je bent op land. Zo heel gek is dat weer niet, hè? Ben je helemaal van padje, of... Maar mocht je het weten, schrijf het een reactie. Ja, dat zal gewaardeerd worden. Zijn benieuwd. Ja, zijn benieuwd. Hoe die ook weer... Bam! Koptie! Ja. Bam, jongen! Ik ben wel een boefje. Ik vergeet af en toe een klein stukje te zaaien. Maar een beetje meer en minder maakt ons ook niet uit, hè? Nee, dat biedt ons niks. Het scheelt me niks. Dan kom ik een GPS nodig, jongens. Ja, joh. Het is een opname. Ik heb nog geen excuus dat ik de chat moet lezen. Maar, ja. Die zijn we zogenaamd al aan het lezen. Ja, alvast. We zijn vast aan het oefenen. Ja. Ja. Als je vergeet dat de volgende keer weer, hè, als je livestream bent. Ja, ik moet nou lezen, ik weet niet eens meer hoe het werkt. Nee. Maar komt die tekst nog vandaan dan? Ja, ik weet niet meer. Dat weet ik ook niet. Dat gaat net zoals die meneer, ik weet niet. Die kon er ook zo makkelijk gauw vanaf. Ja, ik weet niet. Ik weet niet. Ja, ik weet echt niet meer. Ik wist het niet meer, ik wist het echt niet meer. Wat is lang geleden? Beetje vis. Nee, ik weet niet. Ik weet niet. Ik weet dat niet. Nee. Nee, ben je opgevoed met meneer Cactus? Nee, wel oma Willem, rapan, rapan. Ja, die wel, rapan, rapan, ja. Die vleus, maar dat was ook altijd met mevrouw Stemband. Nee, ken ik nooit. En de meneer Cactus, joh. Oh. Maar je bent ook een beetje opgevoed met Pokémon, hè? Jij? Ja. Pika, Pika. We zeggen dat je het keek, maar er was wel... Ik keek het. Oh, keek je het ook? Ik keek het. Ik had de wereld aan Pokémon kaart. Die hebben ze me toen op school nog afgepakt, omdat ik ze niet wou wegleggen. Ah. Ik kreeg mijn... daar heb ik nog spijt van, want ik zie waar die kaartjes nou opleven. Ja. Ik had mijn bult, hoor. De serieuze A. Oeh. Dan met een stapel van die kaarten. Die hebben ook ver gegooid en weet ik allemaal wat voor spelletjes. En dan heb ik dan verste gegooid uit die kaart gewonnen. Ja, precies. Maar wel een leuke tijd wel. Ja, ik was een mooie tijd. Hè? En dan ben je volwassen, dan moet je volwassen gedragen. Ja. Nou doe ik het alleen als het donker is. Dan sta ik nog met mijn Pokémon kaartjes te gooien. Kijk eens wat ik kom. Zo hé, wat ver. Ja, ik heb ervaring. 20 jaar ervaring. Ik heb zelf nog Pokémon gedaan op de, hoe noemen ze dat ding, op die Game Boys. Die Nintendo Game Boy, of hoe noemen ze dat ook? Ja, ja. Waar je dan zo'n floppy achterin drukte, zo'n diskettetje. Ja,
Daar heb ik nog Pokémon op gespeeld, ook. Ook wel geweldig om te doen. Old school. Ja. Als je dat nou terugkijkt, denk ik, het stelde helemaal geen rol voor. Nee. Maar wat was heel leuk toen het Pokémon zwanger werd, ja. Leuk man. Klopt. Daar doen ze het op de telefoon. Ja, Pokémon Go. En is een Pokémon in de bak, schrik je dood. Ja. Kikboe! Ja, komt die vandaan dan? Ik heb zo'n keer gevangen, toen had ik net die app erin opgezet voor de gein. Ik zeg gevangen bij het vissen. Die nog vangt tenminste dan al wat. Dikke Pokémon's in de berm. Precies. Vang je tenminste wel eens een keer wat, ja. Er zat er ook één aan de overkant. Ik denk, dan kun je zo klikken, ja, en dan vang je het wel. Maar echt niet, dan moet je er echt helemaal omheen lopen en moet je er naartoe, ja. Ja. Zeg ding. Ja. Ik heb ook nog helemaal omgelopen. Ja joh, heb je daar omgelopen? Ja, ik had toch niks te doen. Ik denk, die wil die Pokémon ook hebben, voordat een andere pakt. Ja, precies. Ah, wat voor humor trouwens, hoor. Ja, is het ook. Ik heb het ook wel eventjes gedaan, hoor. Toen op een gegeven moment kwam je ermee dat je dan die op een gegeven moment die Pokémon ballen, die moest je dan op een gegeven moment betalen. Als je zoveel had en als je dat meer wou, dan moest je zoveel euro betalen. Dan kreeg je een setje. Toen ben ik gekapt. Maar dat schijnt nu ook niet meer zo te zijn, dus. Nee, best wel een paal of zo kun je dan Kun je weer meer ophalen. Nou, volgens mij kon je bepaalde bij zo'n paal mensen uitdagen voor een gevecht of zo. Ja. Ja, je nog van die gyms of zoiets. Ja. Wat heel geinig. Want toen tijdens de thuiswonen was dat dan de gym, die was bij de kerk. Ah. Hij dan de een wou, dan moest je erheen lopen en dan stond je bij de kerk te koekeloeren. Ja. Nou, dat is ook wel heel toepasselijk, niet? Ja, maar dat is voor zondags, hè? Dan komen er meer mensen bij de kerk. Ja, voor het gevecht. Ja. Ach, als we hier toch zijn kunnen, dat is voor in de kerk. Ja. Iedereen een Pokémon speelt, hè? Ja. Jij bent gevangen. Mooi. Amen. Ik merk dat we goed in de herfstperiode zitten hier op dat game, want het wordt allemaal of vier een beetje donkerder. Ja, klopt. We zitten nog bijna synchroon aan tijd. Er zit een half uurtje vertraging in de game. Oh. Ja, ongeveer. Leuk hè, leuk. Precies, ja joh. Ik hou er zo van. Je kunt beter een half uur achterlopen dan een half uur... te vroeg, te laat, hoe zeg je dat? Ik vind het niet meer. We slaan gewoon over, knippen we er ook uit. Hè? Ik vind het hartstikke mooi. Bedankt. Ja. Zo benen wij, hè? Gemoedelijk. Ja, gemoedelijk. Wij doen nooit wat fout. Althans, jullie zullen het nooit zien, laat het zo zeggen. Nee, maar dat vertellen we ook niet verder. Nee, is ons geheimpje. Precies. Blijf tussen ons en YouTube. Ja. Ja, als YouTube het lekt, dan klagen we de boel aan. Zo is dat. Zul je net zien, is dit die video die wordt direct 40.000 keer bekeken, waar de fout in zit. Ja. Bedari. Geuzig. Ken dat nou. Als dat gebeurt, hè? Dan is dat wel gemoedelijk. Dat ook. Maar dan verbouwen we ook een feestje. Ja, nee. Ja. Echt wel. Per direct. Zo is dat. Oké, zaterdag gelijk. Goed plan, ja. Ja, nee, dat ben ik met je eens. Red de katet. Dus kom maar op. Kom maar lekker kijken. Oh, wat gebeurt er? Wat mijn 47.000 keer bekeken. Waarom ging mijn saaimachine ineens uit? Ja, dan moet je ook afblijven van de knopjes. Ik doe niks, ik ben niet eens bij dingen in buurt. Dat zeg jij wel, maar ik zit niet naast je. Ik zit aan de overkant. Dat is zo, ik zie jou wel zitten hoor. Nou, ik zie jou niet echt zitten. Oh, ik zal mijn bril inpakken. Doe maar eens in de verre kikker. Ja, een dikke sample glazen.
Morgen, my friend. Steek je nou de middelvinger op? Nee, ik net ermee gestopt. Toen je begon over de bril, ik denk, nou moet ik uitscheiden. Je bent een boefje. Ja, ik ben er ook niet bang van. Ik durf dat. En met name de ballen houden straks. Ah, oh, dan blijf ik, zitten. Neem ik even een ommetje. Doe dat maar. Ja, dat doe ik ook. Waar bemoei jij je mee? Hij moet steeds. Ik heb vol gas, wil niet harder op 10. Je kunt het ook niet helpen, nee. Dan moet ik omdraaien, kan ik weer terugrijden. Eigenlijk best gek werk wel. Ja, het is saai werk. Ja, dat kun je wel zeggen. Mooi man. Het is saai werk, maar ik vind wel, blijf het knap vinden hoe ze het allemaal gemaakt hebben. Ja, dat is zo, die dingetjes hoeken, die gaan heen en weer. Ja, die wieltjes en zo en die pikketjes. Ja, die pikketjes. Heet dat zo, pikketjes? Ik krijg geen flauw idee, maar het ziet er wel zo uit. Dat ze pik. Ja, als een keer. Pok, pok. Ja, nee, tok, tok. Tok, tok, pok, pok. En dan al die slangetjes en klepjes en dingetjes en ditjes en datjes. Ja, jij moet dubbelzaad erin, je hebt twee slangen. Ja. Ik krijg dubbelzaad injectie. Hey, broest erdoor, jongen. Ik kom haal. Wat voor type grond zit me eigenlijk op de klei? Nou, ik heb eigenlijk niet naar gekeken. Klei. Oké, okay. Is dat niet zo heel verstandig om hier suikerbiet op te klabatsen voor mij? Ja, zijn we nou te laat mee. Ja, moet ze nou maar redden, hè? We krijgen het er wel uit, daar niet van, maar... We krijgen het er ook in. Wil me daar nog een keer in verdiepen, dat ik nog even beter weet welke landtypes het beste welk gewas op kan, zeg maar. Ik heb ook nog gelijk ook, ik zie zomaar wat hoor, om hier te zijn, maar ik heb ook nog gelijk ook de klei. Okay. Ja, dat is heel toevallig. Heel toevallig. Omdat ik ook zie saai verhouding, drie rode stippies. Ah. Ik dacht dat het een rode bieten of zo, de kleur van de bieten. Gele bieten. Ja. Paarse bieten. Maar... Oh, dan heeft hij er zwaar mee. Ik denk het. Omdat hij er extra veel in moet doen in verband met de klei. Ik heb eigenlijk geen idee. Dus ik moet hem een keertje meer in verdiepen op dat gebied. Het is eigenlijk wel heel interessant om dat te weten. Ja. Tenminste vind ik wel. Het is heel interessant, maar ik kan het niet onthouden. Ik ook niet. Dan maak ik er een foto van. Die zet ik dan in Discord. Ja. En dan hou ik Discord op mijn andere scherm mooi open. Kan ik een fotootje lezen. Ja, ja, precies. Doe ik wel vaker. Ook als ik dingen uitleg of zo hoor, over bepaalde dingen wat erbij gekomen is. Of bij gaat komen. Dan heb ik ook op mijn handen scherp staan wat alles is. Want dan vertel ik een stukje over iets. En dan ben ik de andere deel eigenlijk al vergeten. Dus ja, dan lees ik het even terug. Je hebt er eerder over nagedacht. Ja. Zo. Nou, we zijn dan weer op de helft. Ja, we gaan mooi, we hebben de gang er goed in. Dat dacht ik. Hé, hey, waarom gaat er nou niet uit? Oh, dat weer te veel zegt. Ja. Die van mij ging ook ineens uit de net, ik weet niet waar dat was. Ik heb hem weer aangedaan. Ik denk dat boefje wel niet. Ik ben baas. Nee. Hij wil niet, hij wil weer aan. Nou, dan kunnen huis. Ben je klaar mee? Ja. En zo verwerkt die machine. Nou. Deze trekker is nog amper gebruik, 4,5 draaiuur. Oh, die heeft 2,2. Er staan trekkers bij die hem 33 uur. Ik wil alweer zien wat voor liefhebbers er op de boerderij bent. Ja, mooi. En John Deere fans. Nee. Allemaal fans. Ja. Fans. Oké, zo. Kees ook nog wel, geloof ik. Oh nee, die hebben we hier niet. Klaas hebben we hier wel. Kees die wil hier niet bij hem. Nee, nee. En New Holland hebben we hier nog rondbungelen. Die wordt ook redelijk gebruikt.
Ja, door mij alleen, hebben een vaste trekker. Ja. Oh nee, we hadden geen vaste trekker. Hè? Leek mij ook nee. nog wel eens wat eigenlijk. Ik zag een mod, dat kon je met sleutelmod noemen ze dat. Ja. Dan kun je spelen, sleutels geven. En ja? Die kan dan alleen op die trekker rijden. Ja. Dan heb je wel allemaal een eigen trekker. Leek me ook wel geinig. Ja. Nou ja, geinig, officieel. Moet het ook, hè? Ja. Maar dat ga ik nog eens voorstellen ook. Dat leek me nog wel leuk, ja. Mijn trekker is niet schoon. Mijn trekker is niet schoon, mijn trekker is vies. Net zelf gedaan, maar ik ken er nooit op. Precies. Dan. Nee, dat gaat om naar dat niet. Klopt, en je bent nooit je trekker kwijt van goh. Nee. Ja, die heb ik even gebruikt. Ja, nou ja, oké. Ja, daar ga ik nog even voorstellen, dat is nog wel te doen. Wat mooi, denk ik. Ja, wel mooi. Ja, daar ben ik wel voor in. Je kunt gewoon kiezen ja, wie welke trekker kant, hebben wil. Maar aan de ene kant is het ook niet handig voor mij, maar... Raam. Ik raak altijd sleutels kwijt. Maar dat dan is... sta ik er ook al in. Maar dit is gewoon... Moet ik weer sleuteloze sleutel. Komt gewoon chippy in jouw jasje, denk ik. En dan bliep bliep. Ja, als je in de buurt komt, dan automatisch... Vrendelt in, ja. Dat, ja. En anders hebben we gewoon, ach, ik had er zoveel zin in, vandaag ik wou zoveel doen, maar helaas, sleutelsquid, kennis meer down. Ik ga weer naar huus, hoes. Zo'n mooie excuus voor mij. Ja. Oh, ik ben zo moe. Ja, ik wou wel wat doen hoor, maar ja, ik ben de sleutels vergeten. Ja, ik kan er niks aan doen. Ik heb mijn sleutels gestolen. Ja. Heerlijk weer. Ja, mooi hè. Weer een mooie fantasierijk verhaal. Ja. Wij zijn fantastische mensen. Nou, vaak ben je te bang hoor, om te vertellen. Is ook zo. Maar je moet niet zo bang wezen. Het nee. Is toch geen mens die ons snapt. En wij snappen onszelf ook niet, dus we maken ons druk om. Ja, huh? Precies. Precies. Die tijd is ook geweest. Ja. Je bent er zo aan elkaar, je bent zo op elkaar ingespeeld. Maar laat me lullen, joh. Ja, die weet niet beter. Nee. Wat zegt hij? Geen idee. Oh ja, zeg. Oké. Heerlijk. Maar we zijn ook al gewoon in slaap, maar we hebben er eigenlijk helemaal geen zin aan, hoor. Nee, doe daarvoor doen we het gelijk. Als ze doen maar klein, dan wordt sowieso niks. Dat is een goede excuus, hè. Ja, zo is dat. En je bent wel bezig, het lijkt heel warm, maar ondertussen nu van, god, je weet het, nog niet klaar. Ja, ja. Dan, weet je wat je dan aan moet doen? Nou? Dan heb je een grotere planten moeten kopen. 14 meter ze. Ja. Nou, jij ook ene. Dan doen we 14 is 28 meter. Hoppatee, twee keer rieden klaar. Ja. Nee, twee keer rieden klaar. Zo, koffie. Ja. Jullie gaan eerst uit. Oh, ben net klaar. Huh? Dat is snel. Ik ben meer aan het lange tijd nodig met aankoppelen in de bak vullen dan in zijn. Dan. Klopt. Ah, je moet er wat voor hebben, hè? Vind ik ook. In 6 meter. Ik heb heel veel materiaal, gewoon 6 meter. De ideale werkbreedte wel. Als ik heel eerlijk ben. Ja, maar zo ook, ik bedoel, het lijkt heel lang, maar het is zo voorbij. Tja, gewoon gas erop en hoppatee. Ja. Ik ben nog een half uurtje bezig, dan weer planten bijna in. Precies. Je doet het spel ook opstarten omdat je wat te doen hebben wilt, toch? Omdat je niks, verder niks hebt. Op dat moment. Dus dan wil je wat doen, dus dan moet je toch ook niet binnen 2 seconden weer klaar zijn, lijkt mij. Meestal wel, maar wie ben ik? Je bent ben je al lucky. Ja, je bent Dream Team. Mm. Nee hoor, dit is helemaal prima zo. We laten het allemaal zo. Laat me maar lopen.
Laat me maar gaan. Maar ik doe het liever eind. Zo ik nou doe, zo heb ik altijd gedaan. Nou, de bedoeling dat ik doen ook. Allemaal moet weer de staal zingen. Ja, mijn toentje, ja, mijn toentje. Ja, dat was zo. Wie schenkt ons nog heen in? Nog een? Oh, lekker maar. Heerlijk. Ja, ik wou het eigenlijk niet zeggen, maar nou kan ik het gewoon niet meer ontkennen. Daarvoor was ik hier. We nemen er nog een. Ja, wanneer beginnen we dan? En we zijn al bezig. Hartstikke mooi, kom eraan. Mijn tintje was hier. Proost. Lekker jongen, geniet ervan, man. Nou bijna klaar, kunnen nog niet veel fout meer doen, dus. Ja, we elkaar in de weg zetten. Daar ben ik ook goed in, hè? Ja. Het is een hobby van mij. Ieder is uniek op zijn eigen manier. Die hobby heb ik al 40 jaar. Dwarsling. Ja. Oké. Okay. Oh, dat is niet erg. Dat is ook een ding om trots op te zijn. Kan niet iedereen. Nee, dat is waar, ja. Dat klopt. Het lijkt altijd wel zo simpel, maar dat valt nog wel vies tegen. Dat moet in je zitten. Ja. Ja. Dat is niet zo dat je dat aanleert of zo. Dat is echt een eigenschap die je hebt, of niet? Klopt. Je kunt ook niet overal goed in zijn. Moet trots op wezen. Ik ben er ook trots op. Zoals Lazy is Lazy Trucker. Zijn eigenschap is gewoon niks doen. En dat moet je ook echt kunnen. Gewoon kijken en dan gewoon vol kunnen houden om niks te doen. Ja. Wij hebben zoiets van, en dan laat hem er hem gauw door, dan is hij ook klaar. Maar ja, als dat niet in jou zit, dan ja. Dus je kunt wel negatief doen over het feit niks doen, maar in principe is dat heel knap bij het volhoud. Ja, super knap. Toch? Ja, ja. Vind ik wel. Allemaal makkelijk. Als ik dan terugkijk, denk ik, wat heb zij toch weer te lullen. Kijk nooit. Hij heeft wat anders te doen. Het is me te veel werk om die video aan te klikken. Ja. Ik heb het al zo druk. Ja. Heerlijk. Nee, een beetje collega plagen altijd leuk. Of het is eigenlijk niet eens plagen, het is meer gewoon dom. Een dolle bende. Heb je het al gehoord van de suikerbiet? Ja, die is ingeplant. Hij zei dat hij hier niet groeien kan. Ta-d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 a. En dat is 1. En dat is 2. En dat is een hele bult met bieten. Ook dat nog. We komen elkaar tegemoet. Wat gemoedelijk. Ah, gezellig jong. Shine a light on me. Doedeloedeloed. Kusje, komt die aan hoor. Oh, is kapot. Mijn bak is lager dan die van jou. Wat geppend. Nee, ik kom deze kant maar op. Ik You have not het bakkie aan to the ground gedaan. Nee, ik Your bakkie is flying in the sky. Ja, ik doe dat even, hè. Ja, je bent niet bang. Even kijken hoor, even schilderig. Want mijn machine is veel viezer geworden dan die van jou. Kom er niet tussen zitten, want dan kan weer plat. Met de assen door de plassen, dat is fijn. Mijn machine is heel vies geworden. Ja, je hebt tenminste wat gedaan. Ja. Oh, wat ben ik er trots op. Ik ben veel beter geweest. Ik heb heel erg weggehookt. Nou, heel goed. Dan mag ik eigenlijk weer een lolly. Kijk, zo kom ik er weer goed vanaf, ik... hè? Ja, ik mag lekker lolly, jij niet. Nee, dat is wel. Jij mag alleen maar naar kijken hoe ik hem opeet. Neem jij maar een lekkere lolly dan. Waar gaan we heen nou dan? Ik ga hem afvullen. Afvullen? Ja, vullen. Ja. Want dat vind ik altijd, omdat we nu met een paar mensen zijn, vind ik dat wel zo netjes. Ja. En dan maak ik hem schoon. Ook omdat we opnemen, toch?
Anders zijn we nooit zo netjes. Nee. Puur voorop namelijk. Goh, brave jongens. Ondertussen. Ja. Daarom kende ik het woord ook niet afvullen. Huh? Wat is dat dan? Maar ik heb het even gegoogeld, ik weet nou wat het is. Waarom kom je direct aan vanzelf aan geroept dan? Ik ben ook niet... Ja, dat had ik net ook. Nou blijft hij vooruit gaan. Ja, dat had ik net ook. Kom, maar ben ze kapot. Als zo mensen een reactie... Ja, chanderen, hè? Nee. Er wordt te weinig gebruikt. Dat zal het ook zijn, denk ik. Is nu al niet ingelopen. Ben je al oké? Waar we de saaimachine of de planters hebben opgehaald, heb ik ook een spuiter neergezet. Dus kunnen we daar afspuiten. Super. Nog meer werk. Ik ben al kapot. Ja, maar dan wil ik ook wel even voor je doen, hè. Oké, super. Scheelt me niks. Ik heb ook al een beetje extra werk gedaan, hè. Ho! Die kant moet op. Ja, goed zo, braaf. Ik heb ook al op de opnameknop gedrukt, hè. En daar heb jij niet hoeven doen. Nee, dat is goed. Ja. En ik heb de camera aangezet. Ik heb de microfoon naar me toe getrokken. Nou, daar zit ook geen WD-40 tussen. Dus dat gaat stroef als malle. Ja. Met twee handen. Dat je überhaupt nog wat hebt gedaan, hé. Ja. Ja, daar sta ik ook verteld van. Toen had ik eigenlijk mijn microfoon bij mij, dan moest ik eerst de bureau weer terugzetten. Ja. Nee, laat maar gaan. Oeh, dit man ziet er al bijna gereed voor, dames en heren. Voor de haksaloor. Ja, als het goed is, dan kunnen we rond jou of zo beginnen. Ja, tussen nu en dan. Ik heb vergeten een foto te maken, ik ben een boefje. Ga ik dat nou nog even doen? Hoe dik dat op maar weer? Pelt die omhoog? Ja. Hansen flats. Omdat ik nou geen power tools kan gebruiken, want deze is crossplay. Nee. Dat mis ik ook, ja. Mocht ik dat even als een boefje doen, zeg maar. Ik wil hem niet bak laten zagen. Nou, even voor de picture. Ik zet mijn trekker erin. Oh, sorry. Nee. Trekker even zo een beetje dichterbij. Zo, kopje naar. Zo, omhoog, Ruud. Zo. Een bak voor de hasses. Oh. Boah. Dat is niet mijn werk. Nee. Not my brand, hè? Ja. Oh, ik vind het ook wel mooi uitstralen, mijn fotootje. Ja, vind ik ook mooi. Zeg maar, cheese. John Deere. Ik vind het mooi, dames en heren. Hartstikke bedankt voor het koekeloeren. We hebben weer een mooi stukje beunaarswerk verricht. We hebben weer goed bezig geweest. We hebben weer genoten. Tenminste, ja. Ik wel. Ja, ik ook. En knal hem dat duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren, dames en heren. Rode knop onder de video. Wordt zeer en zeer gewaardeerd. En hopen dat jullie gezond mogen blijven. Dat is het allerbelangrijkste. En dan zou ik zeggen, bis nächste Mal. Oh, we gaan voor die 40.000 kijkers, hè? Ja, als dat lukt, dan... Delen, duimpjes omhoog knallen, een berichtje achterlaten, altijd leuk. En als dat inderdaad gefixt wordt, dan gaan wij wat leuks doen. In een weekend, hoe trekken we ons vlog vandaan? Nee, ik zit er nog in. Oh, ik denk, ik kan niet heen stappen, wat is dat nou dan? Oh, tuurlijk, dit is jouw trekker. Sorry, meeuw. De flap. Oh, gauw, hang maar. Dames en heren, nogmaals, hartstikke bedankt voor het kijken. Blijf gezond. En tot de volgende keer. Bye, zwaai, dikke duim naar jullie. Blokje, hartstikke bedankt ook. Ja, was gezellig. Zeker weten. Kijk alweer uit naar de volgende. Mensen, toedeledokie.